Gratis geld, zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Oftewel een basisinkomen. In Nederland wil Terneuzen er als eerste mee beginnen. Als experiment. Het basisinkomen zou de gezondheid van arme mensen ten goede komen. Ze hoeven zich niet meer druk te maken over hun inkomen, gaan beter voor zichzelf zorgen en worden ondernemender. Dat is het idee. In Nederland willen 4 gemeenten de regels van bijstandsuitkeringen versoepelen. Dat is dan Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg. Het gemeentebestuur in Terneuzen wil de bijstand helemaal vervangen. In deze wijk wonen veel mensen die al 3-4 jaar een bijstandsuitkering hebben. Ze leven ongezonder dan in andere wijken. Dat blijkt uit cijfers van onder andere de GGD. Dat blijkt ook uit gesprekken die we hebben met de basisschooldirecteur hier in de wijk. Een ongezonde leefstijl. En het gemeentebestuur denkt dat een van de oorzaken wel eens de bijstandsuitkering kan zijn. Met alle administratie en controles die erbij horen. Tot nu toe moet je elke keer je eigen melden. Dan moet je elke keer als er een stap gezet wordt weer in een traject meedoen. Dat ervaren heel veel mensen als heel stressvol. En daar willen we vanaf. De wethouder wil 20 mensen straks in plaats van een bijstandsuitkering een gift doen van €933 per maand. Zonder verdere verplichtingen. Zit er hoe ik aan, man. Wat? En op minder administratie waarschijnlijk. Ja. Dan zou ik na een half jaar wel een controle willen of ze al aan de bak gekomen zijn. Ja, sommige mensen zullen er dan ook misbruik van maken en dat vind ik jammer. En daar lopen er al zoveel van. Ja, toch? Ik denk dat het wel goed is als het iets minder romslomp zou zijn. Want het is er misschien nu wel heel veel. Maar helemaal niks lijkt me ook niet goed. Je moet werken voor je geld. Of in ieder geval iets doen. Landelijk is dat de trend. Een uitkering krijg je niet zomaar, is het principe. Heerlijk, die principes. Maar als je dan vervolgens kijkt dat er mensen 3 jaar op een bank zitten. En daar een uitzicht hebben om nog 10 jaar op die bank te zitten. Het zijn verdorie gewoon. Mensen die hier wonen en mogen leven, toch? Dat is, ze mogen er zijn, hè? Ja. U gaat ervan uit dat dat niet leidt tot meer passiviteit? Nee, ik denk dat het activeren wordt. En ik denk dat het ook leidt tot meer gezondheid. Donderdag stemt de gemeenteraad van Terneuzen over het voorstel van het gemeentebestuur.